In eenheid naar erkenning, excuses en herstel. Onder dit thema organiseert de Nationale Reparatiecommissie Suriname op zondag 8 oktober 2022 haar jaarlijkse Reparations Day. Het wordt de vierde editie van dit evenement, waar nationale bewustwording rond het verkrijgen van erkenning en excuses centraal staat. De reparatiecommissie is tijdens een persconferentie op dinsdag 4 oktober nader ingegaan op de aanstaande activiteit. We hebben de indruk uit gesprekken die wij gevoerd hebben recent met de premier van Nederland, dat het niet lang meer zal duren, nog een paar maanden, dan zal ook de Nederlandse regering naar alle waarschijnlijkheid haar excuses aanbieden. Maar wij hebben de heer Rutte dus wel bekend gemaakt dat het moet gebeuren onder bepaalde voorwaarden. En een van de belangrijke voorwaarden is dus dat het moet worden geaccepteerd. Het moet worden geaccepteerd door degenen of de nazaten die geleden hebben onder dat Nederlandse slavernijsysteem. En dat zijn de inheemse en de Afrikanen, althans hun nazaten. En die doorwerking die is nog steeds zichtbaar onder die groepen. Het leed dat contractarbeiders is aangedaan, onder de loep moet worden genomen. En dat daarvoor ook genoegdoening moet komen en daarvoor ook reparaties voor moeten komen. Er is mij al eerder gevraagd waarom de inheemse voorheen weinig zichtbaar zijn geweest. Daarom zijn we ook hier, daarom ben ik samen met mevrouw Monsanto ook afgereisd om hier gehoor aan te geven. Om ook het leed van de inheemse zichtbaar te maken. Dit wordt nog steeds gevoeld, dit werkt nog steeds door anno 2022. Dus hier moet aan gewerkt worden. Dit doen we in samenwerking met de reparatiecommissie. We gaan het niet alleen kunnen. Er is onderzoek gedaan, maar we moeten ook verder. We moeten ook kijken naar de toekomst. En daarvoor is het samenwerking ook met Nederland nodig. Samenwerking om ook alles wat we aan werken, om het goed te laten verlopen. Dat we er bovenop zitten. Dat we weten dat we contacten hebben met de mensen. Waar zitten ze mee? Waar zit dat leed precies? Wat behoeft reparation? Wie behoeft reparation? Hoe gaan we dat allemaal aanpakken? En dat kan alleen maar als de mensen ook dit bewust van worden. Dat het van hun af moet komen. Het moet van de mensen zelf afkomen. Waar zit dat leed? Waar moet je bij geholpen worden? Hoe moeten we verder in de toekomst? Hoe moeten we dat gezamenlijk doen? En vooral de inheemse bevolking ook hier awareness in gaan brengen, dat hun stem ook heel belangrijk is. Want wani takahir people fusranang moest kom begrijp sana atori voor reparations. Omdat de moest de ondersteuning die a reparation commission en ook a ondersteuning die a parlement en uiteindelijk ook a ondersteuning die aan regering voelen. Dus eigenlijk met jouw overzicht voor PA denk je voor reparatie. PA moet op. PA moest go. En zou je doen. En kan de mikan die nog op zoma oteka okasi disi voor kong voor tak den tori moro dipi. Maar spresuto mi wang welkom mevrouw Uriel Sabayo Sandeja Sampopo speciaal uit Tata Kondre fuko ondersteunen en swang nanga uovroko nanga ing nanga in orga in Tata puchara boskopu voor reparations ook go naar den kondremang in Tata. Uiteraard gezamenlijk naar den orga sande in Holland keba sa evroko ondro den sernamandape.